Nou, waar de eerste problemen altijd zich voordoen, zeg maar, is meestal bij de beschoeiing. Dat is hier aan de binnenkant. En dan kan je vaak als eerste zien dan de stukken inzakken. Hier langs de Keen en Strijen ligt een van de veenkaders in de Hoekse Waard. Vorig jaar is het grootste deel ervan opgehoogd en verstevigd. En hoewel de huidige droogte mede daarom nog niet problematisch zou moeten zijn, wordt de dijk toch alvast bekeken. De tuinen en woningen erachter liggen zo'n 1,5 meter lager. En dan kan je maar beter het zekere voor het onzekere nemen. Wij vinden dat we daar nu mee moeten starten met de inspectie van die veenkade. Want we willen niet voor verrassingen komen te staan. En we willen toch hebben dat de mensen veilig achter de kade kunnen zitten. De grond ziet er behoorlijk uitgedroogd uit. Maar dat blijkt nog geen aanwijzing voor een mogelijke verzwakking van de dijk. Dat is gewoon het bovenlaagje wat dan een beetje inschudt door de droogte. Maar dat is niet zeg maar in de kern is het nog niet... Nee. Kijk, hier kan je hem zonder moeite er zo in laten vallen. Dus nou, we houden het natuurlijk wekelijks in de gaten. Op deze plekken. Maar dit is echt inklinken van van de verse grond die de vorige keer opgebracht is. In iets meer dan een half uur bekijkt Dick Poldervaart de paar honderd meter veenkade langs het water. De meeste dijken in de regio zijn van klei. Die hebben minder te lijden van de droogte. En met deze veenkade valt het ook nog wel mee. En we staan nu op een gedeelte wat niet aangepakt is. En dan zie je dat het aan de binnenkant, er vallen wat kleine gaatjes. Dit is nog geen probleem. Dat wordt gewoon nu wekelijks in de gaten gehouden. En als het echt een probleem gaat worden, wordt het gewoon aangepakt. En het is niet slecht. Er zijn ook veenkades tussen Puttershoek en Maasdam en langs het kanaal door Voorne. En die worden ook nog geïnspecteerd.